We zijn al een klein beetje naar punt 2 aan het gaan, maar dat is niet erg, dat is goed. Ik wou eerst nog even de visie van Engie Solutions ten opzichte van klimaattransitie. Ah, ja, klimaatdoelstellingen en energietransitie, moet ik zeggen. Klimaatdoelstellingen en energietransitie, dat is eigenlijk echt onze missie. Wij proberen technische oplossingen uit te werken die inderdaad de CO2-uitstoot gaan verminderen en de energieverbruik zo laag mogelijk gaan maken. Hm. Maar zoals jullie vallen wij soms ook op de regelgeving die ons niet toelaat om alles te doen. Geef een voorbeeld, als we in Brussel, in Brussels hoofdstedelijk gewest, een stookplaats installeren, is het meestal interessant om ook een warmtekrachtkoppeling te zetten, omdat er grote stroomcertificaten zijn. In Vlaanderen is dat niet. Nu, ik heb gehoord, en ik hoop dat er gaat doorkomen, dat er een oplossing komt, ja, het fameuze LEC, Local Energy Community, waarbij dat we, als we dan een warmtekrachtkoppeling installeren in Vlaanderen, dat we de elektriciteit die we produceren kunnen terugsturen naar de tellers van de mensen. En dat is eigenlijk gewoon puur regelgeving. Die oplossing zou heel lang implementeren en kan dan interessant zijn voor iedereen, maar de regelgeving laat vandaan. En ik hoop dan ook, dat is een warme oproep, dat die regelgeving er volgend jaar gaat doorkomen.